0840 was het nummer dat Marie Verbraken kreeg bij aankomst in kamp Vught. Ze zat in het verzet en haalde voedselbonnen op voor de onderduikers. Omdat men haar zo vaak zag, werd ze verdacht en opgepakt. Maar in het kamp ging ze gewoon door met het verzet en naaide ze briefjes met een boodschap in de kleding van mensen die het kamp verlieten. Op 10 mei 1944 kwam ze zelf vrij. Dit is slechts één verhaal dat Nationaal Monument Kamp Vught vertelt met de tentoonstelling Ogen van de Oorlog. Het laat zien hoe er hier in Kamp Vught geleefd werd. Dit hier was het enige concentratiekamp in Nederland dat direct onder leiding van de SS stond. Om het een beetje inzichtelijk te maken in hoe de gevangenen hier geleefd hebben, hebben ze een gevangenenbarak nagebouwd. Nou, hier sliepen ze dus. Zonder privacy natuurlijk. 240 bedden in één zaal. Ze werden slecht behandeld, kregen nauwelijks te eten, moesten keihard werken. Het was een komen en gaan van gevangenen. In slechts anderhalf jaar tijd passeerden hier zo'n 31.000 gevangenen. Om en nabij de 735 mensen hebben het niet overleefd. Herdenken is nadenken en daarom gaan ze hier in het museum ook de actuele onderwerpen niet uit de weg. Neem bijvoorbeeld dit boekje, Blik op de Oorlog. Het laat ons zien dat de geschiedenis zich eigenlijk nog steeds gewoon herhaalt. De jury formuleert de reden waarom ze dit museum genomineerd hebben als volgt. Het museum is er op een uitstekende wijze in geslaagd om de dramatiek van het kamp om te zetten in een reële beleving. De verhaallijnen zijn bijzonder goed. Het is informatief voor alle bezoekers. Het is sober, doeltreffend en beklemmend. En dat dit museum indrukwekkend is, kan ik beamen. En ik niet alleen, zoveel anderen ook. Kijk eens eventjes hier. Al die reacties op deze wand.